allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik weer een nieuwe vlog voor jullie en ik neem jullie weer de komende tijd mee in het leven van dat ik eigenlijk aan het logeren ben bij mijn opa en oom aan huis. Zoals jullie misschien de vorige aflevering al wel hebben kunnen zien, is dat wij voor 4 weken hier in dit huis van mijn opa en oma, dus waar ook Nervion en Senna maar rond staan, blijven logeren. Omdat ze op vakanties gaan, of zijn nu. En wij zorgen dus voor de dieren, voor de kervenstalling en voor de paardjes natuurlijk. En ik neem jullie dus weer leuk mee. Ik kom net uit stage en ik had al in de vorige soort van aflevering gezegd dat ik dus bijna klaar was met school. Ik heb daar mijn boeken ingeleverd en nu heb ik dus 2 weken stage. En ik heb er bijna een week op zitten. En ik ben net terug van stage en ik ga zo meteen naar de acro toe. Maar ik heb gisteren dus heel mijn kanaal een beetje omgegooid. Ik heb namelijk mijn banner veranderd en mijn thumbnails. En nou doe ik dat nog best wel vaak, omdat ik gewoon niet heel snel... Ja, dan ben ik even tevreden met een thumbnail van banner en dan wil ik het weer wat anders. Dus ik ben echt zo'n iemand die perfectionistisch is en die het gewoon echt per se goed wil. Maar ik ga jullie zo even laten zien, want het is echt een totale andere sfeer dan ik normaal had. Maar ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Dus laat maar even weten hier in de reacties of in een poll hier zo of jullie deze stijl leuk vinden. Anders ga ik hem weer veranderen, denk ik. Ja, ik heb natuurlijk nu wel een computer van mijn opa en oma. Dit is een, laten we zeggen, een laptop. Maar ik heb mijn harde schijf van thuis meegenomen en die heb ik hier aangemaakt. Dus ik kan nu wel gewoon mijn thumbnails en dat soort dingen veranderen. Maar ik kan helaas niet editen, dus dat is wel een beetje jammer. Dus vandaar heeft het waarschijnlijk ook een hele tijd geduurd voordat deze vlogs online komen. Omdat dit al vanaf juni is, mei zelfs. Dus ja, daarom zien jullie dit waarschijnlijk was een hele tijd later. Maar dat heb ik ook al helemaal uitgelegd in de vorige aflevering. Dus als je die nog niet hebt gezien, ga zeker even kijken hier in het i'tje. En ik ga jullie nu even laten zien wat ik gisteren heb gemaakt. Dit heb ik gemaakt en dit is dus mijn banner. Er staat gewoon heel groot HorseTime en de achtergrond is ook alweer wat anders dan ik normaal had. Mijn logo staat er natuurlijk in. En hier heb ik een hele leuke foto van mij en Nerv. Hij is niet helemaal scherp, zie ik wel. Dus dat is wel een beetje jammer. Nou, dan gaan we even kijken, want dan heb ik hier mijn video's. En zoals jullie kunnen zien heb ik hier ook mijn thumbnails veranderd. Kijk maar, ik heb dit. En deze laat ik zo en die... En dit. Dus ik ben hier wel eigenlijk heel erg blij mee. Het is vandaag alweer vrijdag en het is vandaag 22 juni. En zoals jullie misschien gisteren al wel hebben kunnen zien is dat ik dus bezig was met een nieuwe banner en thumbnail afmaken. En ik heb net eventjes wat gevonden op de computer van mijn opa en oma. Ik heb namelijk mijn bewerkingsprogramma die ik, laat me zeggen, thuis op mijn eigen computer gebruik om video's mee te editen. Heb ik dus een proefversie gedownload op deze computer van mijn opa en oma. En ik heb een soort van hack gevonden online, waardoor ik hem nu ook gewoon voor altijd kan gebruiken. En dat is dus wel super leuk, want ik kan nu dus gaan editen hier. En daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik ga dus zo even bekijken hoe het nieuwe programma werkt, want het is hetzelfde programma waar ik mee werkte. Alleen is dit programma wat uitgebreider en het is helemaal vernieuwd. Nou, het is vandaag zaterdag 23 juni en ik ben nu lekker bezig in de stal. Ik heb net de stallen even schoongemaakt. Nu zullen we denken, de paarden staan helemaal niet op stal, dus waarom moet dat? De paarden die staan 24/7 buiten al een hele tijd. En eigenlijk komen ze niet meer echt in stal. Maar 's ochtends voordat ze hun eten krijgen, moeten ze al even op stal staan. Want ze krijgen dus hier hun eten. In hun eigen voerbak, laat maar zeggen. En dan krijgen ze gewoon wat fibra. En dan staan ze gewoon even op stal. En dan poepen ze nogal. En nu heb ik dus vandaag even alle drolletjes die erin lagen. Heb ik even alle stallen eruit gehaald. En ik ga nu even de waterbak schoonmaken. En ik heb dus een heel klein bezempje. En ik kan je dus heel mooi mee schoonmaken om al dat alg eruit te halen. En ik hoor dat Nervion honger heeft. Als Nervion honger heeft, gaat hij altijd op het hek staan. En vanavond denk ik ga ik eventjes misschien nog wel even op Senna rijden. En ook misschien met Nerv nog even wat doen. En dat gaan we dus leuk doen. De paardjes staan er weer lekker blij bij. Au, Nerv, niet aan mijn shirt trekken. Nerv die trekt overal aan. Hè, Nerv? Maar wat ik ook nog wel even wou vertellen is dat ik woensdag jarig ben. Dan word ik 16. En ik weet al namelijk wat ik voor mijn verjaardag ga krijgen. Want we gaan mijn verjaardag trouwens ook hier vieren. Omdat we natuurlijk hier zijn. Ik kreeg namelijk een scooter. En ik ben al best wel een tijdje bezig met mijn scooterrijbewijs. En ik heb donderdag heb ik mijn examen. Ik heb laatst mijn theorie-examen gehaald. Dat heb ik in 1 keer gedaan. En ik heb dus donderdag mijn praktijkexamen. En als ik dat dan haal, dan mag ik dus gaan scooterrijden. En dat is heel erg fijn, want dan kan ik ook gewoon zelf gaan wanneer ik wil. Op mijn scooter naar de paarden bijvoorbeeld. Dus dan ben ik niet meer zo afhankelijk van mijn moeder of van mijn fiets. Dus dat is heel fijn. En zaterdag geven we een heel groot feest hier zo met allemaal familie en vrienden. Dus dat is ook leuk en dat wil ik ook allemaal nog proberen te filmen. Maar ik weet niet of dat nog in deze aflevering komt of video. Ik denk dat dat pas in de volgende aflevering slash video komt. Maar daar heb ik in ieder geval heel veel zin in. En ik ga nu eventjes de waterbak schoonmaken. En Maron komt ook even kijken. Hi! Dus ja. Nou, ik heb net de waterbak even schoongemaakt met een klein bezempje. En ik heb dus alles er weer uitgegooid hier. Want daar zit zo'n putje. En dan gaat het water er zo in. En zoals je kan zien zit er heel veel alg iets erin. En ik heb het meest geprobeerd eruit te krijgen. Maar het is echt heel lastig. Dus ik doe er nu weer schoon water in. En Senna was een beetje bang toen ik de bak omgooide. En Nervion ging vol met zijn voeten ging erin stampen. Dat vond hij wel erg grappig. Hè, Nessin? Was je een beetje bang? Oh nee. Nervion vond dat wel weer leuk. Ja, dat vond je wel weer leuk, hè? En Maron die vond het ook een beetje eng. Joehoe! Hoe werkt dit? Oh ja, deze is leuk. Wat moet je doen? Koko! Nou jongens, ik ben het nichtje van Tessa. En ja, hoi. Tessa! Ik zie het niet. Hoe werkt dit spel? Ik ga niet die. Ja, ik ben dus het nichtje van Tessa. En, film maar straks als ik dans. Komt allemaal omhoog, hè? Ja, dat vind ik ook wel heel prima. Mijn stem is een beetje schor, maar ik blijf vandaag lekker slapen. Sophie. Het is onderhand al avond en ik heb Nervion even opgezadeld. Ik heb zijn berberpet op en natuurlijk zijn bitloos hoofdstel die ik eigenlijk altijd op heb. En we gaan vandaag even wat stapwerk doen. Dus vooral met stilstaan oefenen en een beetje een soort van stelling in stap. En als hij dat goed kan, dan gaan we door naar de draf. En als het lukt, gaat er iemand nog even filmen. En anders zien jullie misschien deze vlog nogal meer dat ik ga rijden. Maar het is heel lastig, want ik kan niet altijd iemand vinden die mij kan helpen met filmen. En als ik hem neerzet, weet ik niet zo goed of ik altijd goed in beeld ben. Dus vandaag ga ik zo even kijken of iemand kan filmen. En anders zien jullie mij later weer. Oh ja, jongens. Mijn stem is schor. En kijk, dit zit erboven zo hier. Daar. Maar dit is de HD-club. Maar ja, ik bleef dus vannacht bij Tessa, Tamara en Lisa en de paardjes slapen. Ja, Tessa is daar aan het rijden. Kijk, weet je nog wij? Kijk, van de achter.